William Vloed, directeur van Sparta. Excelsior Sparta had al een staartje, maar ik denk dat er vandaag een enorme staart is geworden. Als de voorzitter van de KNVB zegt dat de trainer van Sparta niet in de sport thuis hoort. Wat is je reactie? Nou ja, kijk, het is niet zo dat alleen vandaag. Hè. We hebben natuurlijk de nodige zaken zaterdag en zondag te horen gekregen. En ik heb inderdaad de uitlatingen gelezen van de heer Verbraak. Wat vind je ervan? Niet zo netjes. Ik vind dat je gewoon als hij iets heeft of daar een opmerking maakt, hè, in het kader van normen en waarden, dan bel je mij op. Hij heeft mijn nummer, hij kent me, hij weet wat voor club wij zijn. En dan bel je mij op en dan vraag je tekst en uitleg. En dan vraag je hoe de situatie is, wat je er zaterdag en zondag aan hebt gedaan. En dan hadden we op een bepaalde manier kunnen reageren. Ik geef zelf aan dat ik vind dat hij te ver gaat, maar het geeft wel aan dat er iets aan de hand is, hè, met die wedstrijd. Dat je er niet zomaar overheen kan stappen. Nou ja, kijk, wat je heel erg merkt, en dat doen heel veel mensen, is dit weekend, wat in het teken stond voor respect, dat ook heel erg accentueren. Dat is ook logisch, hè, dat is ook prima, dat het onder een vergrootglas ligt. Alleen als je het één week doet en dan heel extreem doet, dan schiet het niet veel meer op. Hè. Dat is, ik denk dat je het elke dag moet doen, 52 weken per jaar, altijd. Het is gewoon normaal gedrag waar je met elkaar afdient te spreken. En juist door die extreme tijd die men er nu aan geeft, ja, je krijgt een lading die denk ik gewoon helemaal niet goed is. Want ik heb al zo het spreekwoord gebruikt, het zijn de druppels die de rots uithollen en niet de steen. Dus met andere woorden, je kunt één keer een steen gooien, je krijgt je vuurwerk, maar je kunt beter elke dag een druppel laten vallen, krijg je een gat. En daar gaat het tenslotte over. Dus ik vind het gewoon heel jammer dat zo'n weekend wat in het teken staat van respect, dat het nu heel extreem wordt gebruikt om meningen te horen, meningen van mensen. En dan is het altijd heel makkelijk. En het is ook niet goed altijd om uit te leggen in de pers wat je bedoelt. Maar dan kan je heel snel gaan schieten. Dan laten we gewoon met z'n allen afspreken dat we gewoon 52 dagen of weken per jaar ons eigen gedragen volgens bepaalde normen patroon. Dan is het goed. Eens, maar wat vind jij van wat Sparta heeft laten zien afgelopen vrijdag? Nou, ik heel simpel. Ik heb wat Sparta heeft laten zien en dat hebben we de afgelopen competitie elke wedstrijd gedaan. Dat doe ik altijd. Ik ga na de wedstrijd, heb ik kort overleg met de trainer. Dan laat ik alles met rust. En Salas heb ik altijd wel langer overleg. En dan bespreken we de wedstrijd. Dan bespreken we het gedrag van spelers, het gedrag van trainers. Dan kijken we in de spiegel naar elkaar en dan gaan we weer verder in een nieuwe situatie. Dit doen we altijd. Doen we 52 weken. En dan doen we telkens weer herhalen. Daarin bespreken we alles met de intentie om dat beter te krijgen, de wedstrijd daarna of de periode daarna. En dat lukt ons vrij aardig, want je ziet gewoon dat we stappen aan het maken zijn. Het aantal kaarten is verder teruggedrongen, scheidsrechten spreken met respect op ons. Dus we zijn op de goede weg. Nou, en die weg die blijven we vasthouden, die hebben we ingeslagen, die blijven we ook volgen, want zo hoort het. En niet omdat het nu een thema is van een weekend van respect. Nee, gewoon omdat wij hier binnen Sparta dat als normaal gedrag vinden. En dat betekent dat we er elke keer op neerzetten. En je hebt een organisatie met jonge mensen. Je hebt mensen in beweging. Je hebt emoties. Je hebt de pers. Je hebt alles om je heen. Soms gaat het heel goed. Hè? Soms gaat het beter. Die stijgende lijn naar het ultieme wat je wil bereiken. Soms heb je een stapje terug. Maar dat hele proces vinden we, zijn we zeer tevreden over hoe dat bij Sparta gaat. Maar vind je dat Sparta, de spelers, de trainers zich goed hebben gedragen afgelopen vrijdag? Nou, het gaat niet alleen over goed of slecht, dat is helemaal niet de vraag. Het gaat erom wat je bereid bent als club ermee te gaan doen. En ik denk dat wij als club daar uitstekend mee om doen. Alleen wat we niet doen, is daarmee te koop lopen. We moeten eens kijken wat wij hier intern voor stappen nemen. En of het nou is met PR-activiteiten of met sancties. Het gaat niet om wat de buitenkant van ons vindt. Het gaat erom dat je zelf in de spiegel kunt kijken. Als club zijnde, zijn we op de goede weg, hanteren wij hier normen en waarden. En als elk mens nou eens in Nederland in de spiegel zou kijken en zou zeggen van, ik ben iemand die aan normen en waarden houdt, ik heb respect. Als ze dat kunnen zeggen met volwaardig ja, dan denk ik dat je eens een keer mag wijzen naar andere mensen. Nou, wij proberen eerst hier binnen Sparta dat ultieme te bereiken. En dat heb je soms tijd voor nodig. De ene speler die heeft dat van nature al. De ene speler moet het een en ander leren. Het gaat erom dat ze bereid zijn om te leren. Om uiteindelijk dat te bereiken wat je graag wil hebben. Dat je als club zijn en je verantwoording pakt. Maar nou heb ik dus nog steeds geen antwoord. Wat vond je nou van vrijdag? Nou, dat heb ik denk ik al meerdere keren uitgelegd. Dat ik dat intern heb besproken en dat intern neer heb gelegd. En ik verwacht dus dat we daar tegen Telstra weer het juiste antwoord te zien krijgen. Maar intern, dat stadium is denk ik gepasseerd als de voorzitter van de KNVB zich ermee gaat bemoeien. Het ligt nu op straat, het is een publieke zaak. Men verwacht nu van de directeur van Sparta een publiekelijk antwoord. Nee, dat verwacht men helemaal niet, want de heer Verbraak heeft helemaal geen één vraag aan mij gesteld. De heer Verbraak heeft zijn mening verteld. De heer Verbraak heeft geen vraag aan mij gesteld. Als men een vraag aan mij stelt, net als jij, dan geef ik een correct antwoord. En dan zeg ik dat we dat intern uitstekend doen. Wat de heer Verbraak heeft gedaan, is zijn mening verteld. Zijn emotie verteld in de pers. Dat mag, dat is de vrijheid van iedereen. Maar het is nergens beschreven dat ik daarop moet reageren. Als de heer Verbraak mij een vraag stelt, dan
Want zo ben ik. Dat heeft met normen en waarden te maken. Als jij mij een vraag belt, bel ik jou terug. Zo doe ik dat. Altijd. Dat doe ik naar de heer Verpraag. Daar geef ik hem antwoord. Meneer Verpraag heeft geen vragen mij gesteld. Hij heeft een mening verteld in de media. En dat mag, dat is een goed recht. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar op de camera moet reageren. Zo zit ik niet in elkaar. Maar je kan niet ontkennen dat Sparta zich afgelopen vrijdag niet van haar beste kant heeft laten zien. Nee, maar kijk, het gaat erom hoe mensen dat interpreteren. Hoe mensen zeggen. Natuurlijk. Wat de trainer heeft verteld en wat spelers heeft verteld, dan kun je altijd zeggen, kan het anders, kan het beter, zou het op een andere manier kunnen. Dat klopt. Maar het gaat erover dat je dat ook bereid bent om intern te gaan doen. En dat hebben wij gedaan. Wij doen dat elke keer weer. We hebben elke keer gesprekken intern waarbij we zeggen, nou dit kan anders, of dit had beter, of dit is top geweest, of dit is goed verwoord. Ik heb vandaag ook gezegd dat het gewoon al heel anders zou zijn geweest als Donovan naar de speler was gelopen en had gezegd, sorry, waarom heb je dat niet gedaan? Nou, daar heb je met een speler, praat je erover. En dat is ook dan helemaal geen geheim, dat durf ik ook aan mensen toe te geven, dat ik vind dat hij dat had moeten doen. Klaar. Nou, en daar praat je over. En dat betekent dat je de volgende keer een reactie wil zien, dat als er iets gebeurt in het voetbal wat niet goed is, dan de speler dan natuurlijk op en zegt sorry en probeert de volgende keer het op een andere manier op te lossen. Maar spelers en trainers heb jij in de hand, publiek niet. De spelers reageren op een rode kaart, de trainer reageert op een rode kaart. Het is logisch in deze maatschappij helaas, dat supporters dan ook gaan reageren. Kortom, als jij je nu uitspreekt wat je van spelers en trainer vindt, reageren de supporters misschien volgende keer ook anders. Nee, helemaal niet. Zo zit het niet in elkaar. Wat ik in de hand heb, is hier intern. Dus in intern doe ik mijn energie stoppen. Kijk, het was heel mooi. Ik heb jou gisteren ook horen zeggen hoe je een keeper en een speler moet boksen, in de kader van respect. Maar ik heb jou niet onder controle, dus ik zal jou ook niet erop aanspreken. Maar ik heb hier wel mijn trainers en mijn spelers onder controle. Daar hebben we wekelijks gesprek over. En helaas, ik heb niet de mensheid onder controle. Niet jou, Ruud, niemand. Ik heb de supporters niet onder controle. Wil ik ook niet. Dat is niet mijn taak. Daar hebben andere mensen voor nodig. Ik heb hier in de taak om in Sparta binnen normen en waarden te patronen. En niet nogmaals in één weekend, maar dagelijks dat te doen. En dat doe ik zo goed mogelijk. Was je het eens met Michel Vonk dat hij de rode kaart geen rode kaart vond en dat hij de protesten terecht vond? Nou, op de eerste plaats heeft Michel nooit gezegd dat het geen rode kaart zou zijn. Als je heel goed hebt geluisterd en het goed zou interpreteren, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, heeft hij gezegd dat het een rode kaart zou kunnen zijn. Punt. Dat is al een heel andere stelling dan jij nu weer in de camera hier neerzet. Maar ben je het met hem eens? Daar gaat het ook helemaal niet over. Het gaat erover dat ik intern met Michel dat heel duidelijk heb besproken. En natuurlijk zeg ik wel zo tegen Michel, dit had je wat anders kunnen vertellen of wat anders neer kunnen zetten. En misschien had je heel kort kunnen zijn, misschien had je lang van stof kunnen zijn. Dat bespreken wij intern. En het enige antwoord wat je daarop kunt geven is dat het de volgende keer bij Michel hopelijk laat zien dat je weer van een bepaalde stap heeft geleerd. En neem van mij aan, en dat weet je ook, de impact die dit weekend heeft, weet ik zeker dat Michel het nodig heeft geleerd. De buitenwereld verwacht een daad van de directeur van Sparta. Ga jij die daad stellen door bijvoorbeeld je trainer te schorsen? Nou, maar die daad heb ik al lang gesteld intern. Daar heb ik de buitenwacht niet voor nodig. Daar heb ik echt niet voor nodig. Daar heb ik ook niet vandaag Michael Verpraag nodig of jou. Ik heb dat zaterdagmiddag hier intern op een hele goede manier gedaan, denk ik. Waarbij we allemaal weten van oké, dit is het. En nu gaan we verder. En niet dat we het afdoen als een incident, maar juist helemaal niet. Want wij zijn juist bezig met het proces. En dat betekent dat we het hele jaar hier normale normen en waarden doen. En niet alleen op dit weekend gerelateerd, maar het hele jaar door. Dus wat ik heb gedaan was meteen zaterdag. Toen was er nog helemaal niet zoveel ophef. Toen hebben wij onze verantwoording genomen. En toen hebben we gezegd, dit is Sparta, zo willen wij het zien. Dit vinden wij ervan. Dit bespreken wij intern. En wat de buitenwacht ervan vindt, ja, dat gevecht kan ik nooit winnen. Want laten we wel zijn, er is van alles gebeurd de afgelopen tijd. Er is een minuut stilte geweest, er is scheld elkaar geweest in het stadion. Dat kun je niet beïnvloeden. Je belt, ik nogmaals zeggen, dat heb ik ook net ook al gezegd, als iedereen in de spiegel kijkt en zegt van, nou, ik zit goed met mijn normen, waardepatroon, ik zit met respect. Ja, dan zijn we op de goede weg. En wij als Sparta zijn kunnen dat wel zeggen. Die daad die je gesteld hebt, een schorsing, een boete, wil je daarover uitspreken? Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar ik vraag het toch. Ja, je weet het antwoord al, hè. Dat is mooi. Nee, daar doe ik helemaal geen uitspraak over. Kijk, ik heb elke week een gesprek en het mafse is, of het raarste is, dat jij nog de eerste keer dit nu aan mij vraagt wat je doet. Terwijl ik al 52 weken met deze trainer werk, al 52 weken evaluatiegesprekken heb en je hebt me nog geen één keer gevraagd hoe je ermee doet. Terwijl we ook heel aparte situaties afgelopen keren mee hebben gemaakt. Maar misschien was er nu wel meer aanleiding toe. Nee, er is helemaal niet meer aanleiding toe. Als je dat doet, dan vergeet je dat het eigenlijk iets normaal gedrag is wat het hele jaar door moet doen. Het is niet zo dat om dit weekend is het weekend van respect dat je er nu heel veel aandacht aan moet doen. Zorg nou dat we het allemaal het hele jaar dat doen. Dan wordt de wereld echt wel beter. Maar jij realiseert je toch ook wel dat jullie met z'n allen als voetballers onder een vergrootglas lagen dit weekend.
dat er extra op jullie gelet werd. En dan verwacht men ook meer van jullie. Ja, maar dat heb ik toch verteld al een keer in een interview. Ik wil er wel herhalen. Volgens mij heb ik wel eens een keer verteld dat iedereen tot 10 kan tellen. En dat hoop je dan, dat verwacht je ook. Het is ook jammer dat het een derby is, hè, want van iedereen verwacht van een derby ook iets aparts, iets wonderlijk. Nou ja, dan moet je een derby tot 10 tellen. En dat valt niet altijd mee. Nou gaat het erom dat ze de volgende keer dat beter doen. Daar gaat het om. Dan heb je iets geleerd. Als iedereen zoveel leert, als onze spelers ervan hebben geleerd, ja, dan zijn we denk ik echt op de goede weg. Ga je Michael van Praag zelf bellen als hij jou niet belt? Nee, want hij heeft mij nog steeds niet aangesproken. Zelfs lang als hij mij niet aanspreekt, ga ik niet bellen. Moet hij zegt wel iets heel ergs over je trainer. Ja, maar niet alleen over mijn trainer. Hij zegt over het hele Nederlandse voetbal iets. Wat hij nog veel meer over zegt, is dat je een podium vindt om gewoon respectloos over mensen te oordelen zonder de betreffende mensen te bellen. Nou, op dat niveau werk ik niet. Ik werk er iets heel anders. En daarbij komt dat ik vind dat je, als je echt met elkaar aan de slag gaat en echt iets wil bereiken in deze wereld, ja, dan moet je dat denk ik op een andere manier doen dan via de media communiceren. En de buitenwereld zal nu zeggen, na dit interview, hij kan goed praten, William Vloed, maar uiteindelijk noemt hij het beestje niet bij naam. Nou ja, de eentje zal dat zeggen, de ander zal zeggen, gooit er een dubbeltje in en hij blijft praten. En de ander zal zeggen dat jij betere vragen moet stellen. Het is nooit goed wat wij doen. Weet je wat veel belangrijker is, en dat heb ik net ook aangegeven. Ik durf in de spiegel te kijken dat wij na dit weekend en de manier waarop we hier met Sparta zijn, durf ik iedereen recht in de ogen te kijken. En durf tegen iedereen te zeggen, hier bij Sparta werken we op een normale waardepatroon. En dat gaat soms goed, soms iets minder, maar we zijn zo goed met elkaar bezig dat ik durf te zeggen, hier wordt met respect gewerkt. Maar dat blijft achter de voordeur, het wordt niet zichtbaar voor ons. Daarom vraag ik ernaar. Het moet niet aan de voordeur. Als iedereen nou gewoon doet binnen kamers en het gewoon netjes en correct doet, dan zou het toch veel meer. We hebben er nou aan mensen die heel hard hebben geroepen de afgelopen week van hoe goed het moet zijn, hoe anders het moet zijn, hoe bijzonder het moet zijn. Als dezelfde mensen dat 52 weken volhouden, dan kom ik terug met een statement, dan zal ik vertellen wat ik de afgelopen week hier intern heb gesproken. Maar ja, je weet net zo goed als ik dat we dat geen 52 mensen, of laten we zeggen, de mensen dat geen 52 weken volhouden.